zak halen. Want we gaan Erwin Hakkerman. Hij komt uit de Overveense Atletiek Club. Hij gaat hier winnen. Rechtsvinders. En als je het linten voorhoudt, dan kan het niet missen. Hij gaat hier na 34 minuten en 16 seconden. Gefeliciteerd, jongeman. En als we dan Akkerman zeggen, ja, dan heeft hij hier de boereiploeg ervoor. De boereiploeg ervoor. Maar Akkerman die liet hier zien dat hij de allersterkste is geworden, hoor. In deze 18e editie. En daar zijn we blij mee. De man die liep al zo goed in Rauwveen. Hij liep zo fantastisch in Hogeveen op die 5 Engelse mijlen. Dat is natuurlijk al een evenement waar zo'n 8000 deelnemers zijn. Maar hier, hij kwam, hij zag en hij overwon. We gaan naar 34 minuten en 16 seconden. En we gaan ook straks kijken natuurlijk naar Erik Bolding. Die kwam door, daar zat hij 2 minuten achter. En de man met 639. Henk Hotsen is door, Jaap Haas is door. Gerard Inberg, dan moet er nog een Inberg komen, hoor. En die moet er lekker dichtbij zitten, denk ik. Want we zien, hij moet even bijschakelen, zie ik. Bram, een klein stukje. Bram Inberg en Gerard Inberg. Daar is natuurlijk mannen 50, mannen senioren. Maar een mannen 50 heeft wat meer in huis. Hij ligt 16 seconden voor op dit moment. Zou die kleine Bram Inberg, zou die Willem, is dat familie van elkaar? Vader en zoon, je zou het niet zeggen. Papa, bij zijn streken nog niet vergeten, ondanks zijn grijze haren. We gaan kijken, Eidi, wat ben jij toch een locomotief, hè? Het gaat sneller en sneller. Die gaat straks finishen en dan gooit ze de parachute uit. Want die gaat erop en eroverheen, hoor. Op deze wielertermen gesproken. Dan gaan Mans Velsing, gaat de laatste ronde in. Ja, jongens, links gaan we door en we gaan rechts finishen. We hebben gezegd dat we Erwin Akkerman had dus die mooie tijd van 34 minuten. En een man, ja, we gaan eerst een vrouw binnenhalen. En dat is, Jasselien Gruppe. Wat laat jij zien dat jij sterk bent. Jij gaat naar een mooie overwinning, maar een tijd van 36 minuten en 24 seconden. En als je dan 36-24 loopt en je heet dan Jasselien Gruppe en je doet het dan zo goed. Maar als we dan kijken naar Jasselien Gruppe, die liep in Hollandse Vuil 35-52. Zij was in Alteveer, liep ze een parcoursrecord vorige week 1944. Ze was eerste in Hogeveen. Kortom, we hebben hier met Akkerman en met Gruppe twee atleten hier uit de provincie Drenthe en Overijssel. Gaat het natuurlijk heel erg goed. Als we kijken naar de vrouw op een derde positie, dacht ik dat ze nog lag bij de vrouwen. Gaan finishen met Erik Bolding. Erik, jij wordt tweede bij de mannen, senioren, in 37-04. Ellen Mulder doet het in 37 minuten met nog 2 ronden te gaan. Dus de prijsuitreiking, nou, dan moeten we even kijken hoe we dat doen. Kijk, 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 ja, dat is die bal. Ja, Dolphin, wat mooi is dat. Als hier binnenkomt de winnaar. De winnaar bij de mannen 40, Jannes Dolphin, 37-26. En Jannes Dolphin is een mooie atleet, hoor. Jannes Dolphin, hij liep de 10 kilometer in Zwichelte in 36 minuten. In Koevorden in 37 minuten. Aha, is wel een fenomeen, hoor. En als we dan aan kijken naar Johan, Johan Jongs, Johan Ulzenbos, Johan Steenbergen is binnen. Moet nog de laatste ronde. Johan Ulzenbos, mannen 50. Johan, gefeliciteerd. Je bent de snelste jongetje van de klas. Het is een loopjongen van 50 plus. En hij heeft zijn streken nog steeds niet vergeten, hoor. Hij is een van de beste crossers van de ambtenaren in Nederland. Hij is afgetreden voorzitter van de Hogeveense Atletiekvereniging. En 5 september is de Oranjeloop. En dat is de dag voor de halve marathon van Dallersen. En dat is allemaal in de gemeente Dallersen. We gaan naar Frits Lauterbach. Frits Lauterbach komt uit de stal van de Gemzen. En die loopt, Albert, dat is ook mooi, hoor. 5 zaterdag in de 20 september in Hattem. Ochtend om 10 uur en de hele zaterdag nog voor je liggen. Frits Lauterbach, 8e bij de mannen 60. Ah, dat is ook wel mooi. Als je hier gaat vinden. Egbert, mag ik je feliciteren? Ja. Bij de mannen 60, 38-48. Jij bent de eerste in de geschiedenis die als mannen 60 op het podium komt. En dan, oh, Erik, ja, is het? Oh ja, Erik. Ja, dat had hij, Erik Moen.
39-02. Karel Opte naar tweede bij de mannen 50. Erik Moen, 39-2. Erik, gefeliciteerd, want je bent 8 seconden sneller dan je beste tijd ooit. Je had 39-10 en 39-2 heeft Erik Moen zich in 365 dagen trainen verbeterd met 8 seconden. Dan ben je een kanje, toch? Dan ben je een kanje. Wat mooi is dat, hè? Als jullie hier zo mooi bij elkaar lopen. En als ik zeg ze lopen bij elkaar, dan is het Wim van Es en Manon Vos. Ah, vind ik wel mooi. Ja, we gaan opletten. Ja. Jongens, nooit gaan praten als de jury aan het werk is, hè? Dat zou ik niet doen, Michel Veldman. Derde bij de mannen seren, senioren, Michel. We zien je terug op het podium. Rob van der Graaf, derde. Rob, derde bij de mannen 50. Is goed. Tony Olleboom gaat door. Tony, de laatste ronde. Je zit op 40 minuten. Arjan Hartoren is nog de laatste ronde. Kasper Kombring is vierde bij de mannen senioren. En als we dan kijken naar Bulan Suvan. Bulan, je wordt derde bij de mannen 40. Dus we zien je terug op het podium. Oh, oh, Petra Hasper, wat zij hier winnen. Ja, en dat doet ze hoor, die in een tijd van 40 minuten en 19 seconden. En als je dan zegt 40 minuten 19, dan is Petra Hasper vorig jaar als... Petra, jij bent 10 seconden sneller dan vorig jaar, want toen liep je 40-29. Is dat mooi of niet? En Petra Hasper had er hier natuurlijk al in 2009 gewonnen. En ze was al 7 keer tweede. Maar kortom, Jan de Lange. Hij is terug van weg geweest. Je ziet hem overal schitteren. Want Jan de Lange komt binnen. Jan, je wordt tweede binnen mannen 60. In 40-49. Is dat netjes of niet? De man uit van stad achter. Rechts vinden ze Anne. Anne van Schuppen. Ja, ze is een topvrouw. Wij zijn blij dat ze er is. Een fantastische sportvrouw. En Anne van Schuppen laat de klokken stilstaan. 41-04. En Anne, daar ben je tweede mee geworden bij de meisjes 45. Wat doet Bertha Brugge? Oh, wat is dat een mooie atlete. Derde bij de mannen, vrouwen 45. En dat is goed. Enkie Alde winkel binnen, de Gier binnen. En als we dan naar Bertha Brugge kan kijken, ja, dan moet je zeggen, zij won in Diever de 5 kilometer in 19 minuten. Ze was eerst in Hollandse Veld in 19 minuten. Ze liep in Appingedam, liep ze 41-52. Ze liep in Stadskanaal 41-29. En hier zit ze zo bij de beste in 41-15. Stadskanaal, goed gedaan Van Brugge. Is dat van Lübeck, Jan? Jan, jij bent de derde bij de jonge 60. Dus we zien je terug. Oh, mooi is dat Jantje van Lübeck. Hij komt hier. Hij is helemaal klaar met die wedstrijd. Het is een mooie tijd. 630 is het Ronald van Lübeck. Nou weet ik niet. Ronald, hoort Jan bij jou? Ja. Is dat Jan Stolken? Jan, je bent vierde bij de mannen 60. We hebben drie prijzen toch, Wim? Jan Stolker, maar je hebt het fantastisch gedaan, man. Want als je dan kijkt, je zat 23 seconden achter het podium. Ja, 23 seconden op 10 kilometer. Dan denk je, jongens, we gaan vanavond niet te laat naar bed, hè. Pas op, hè. En altijd gaven met de hand voor de mond, hè. Ja, kijk. Ja, dat zijn wel mooie wedstrijden, toch? Is dat Evert Bisschop en Klaas Brand? Zijn dat mannen bij jou, Willem? Evert Bisschop, 42-39. Klaas Brand, 42-38. Vind ik ook wel mooi. 42-38 en 42-39. Mooie lijst. Dankjewel. Herwin Akkerman, Erik Bolding, Michiel Veldman. Jannes Dolfing, Erik Moen, Bulain Suvan. Johan Hulzenbos, Karel Opte, Rob van der Graaf, Egbert Zijlstra, Jan de Lange, Jan van Lübeck. Jazzeline Gruppe bij de vrouwen senioren. Petra Hasper, Anne van Schuppen en Bertha Bruggekamp. En die zien we terug. En weet je wat het mooie is van die drie meiden? Die kennen het podium als hun eigen broekzak. Ja, met of zonder legging. Daar staan ze zoveel jaren op. En dat zijn fantastische atletes om terug te zien. Maar zou het mooi zijn, hè? Albert Mussen is vierde geworden bij de mannen 40, 1854. Ja, dat klopt. Dan zal ik je zeggen hoe dat komt. Maar daarom sta je, dat zeg ik nu eigenlijk. Mirella, gefeliciteerd bij de vrouwen 35 naar 43, 46. Jan Zwanenburg binnen. Mirella Makkinga, 43, 46. Nee, weet je nog?
oké, okay, Hans. Hans, maandag in Glanbergen. Is goed. Hans, binnen. Hij gaat nog een keer hoor. Erwin Bisschop was binnen. Maar we krijgen dat die gaat klaar. Eind Stroeven 50 geworden bij 44 minuten. Probleem, want je loopt nog zo lekker. Is dat Jan-Willem van Lummel? Jan-Willem, succes hè? Ah, dat is wel mooi hè. Hij heeft de skutkleuren aangepast aan de lichtinval. Hè? Zwart. En als je, dan zeg ik ook altijd, als je in een zwarte auto rijdt, moet je altijd je lamp aan hebben. Of schijnt de zon ook hè? Als het donker wordt, lichte auto's zie je eerder hè. 46-01. Als we kijken op deze schitterende editie, dan komt hij binnen, de Bella, aha, Nibali, met nummer 620. Dan zeg ik tegen deze hele mooie atleet, met 620, is dat Henk Hoksen? Henkie Hoksen, mooi vriendin. Kijk, maar die Henk Hoksen. We gaan het kijken. Dus ja, laat je niet verrassen. Nee, kijk. Ah, vind ik wel een mooie finale, toch? Nou had ik het nummers op moeten schrijven. 46. Oké, nou ja, maar daar wordt de tijd toch ook opgenomen. Even kijken, dan blijft hij. 658 gaan we kijken. Jan Zwanenburg. Jan, snelle man uit Weteringen, kijk. We gaan het kijken met nummer 635. Is dat Bart Hogeveen uit de weg? Eddie, je hebt de 5 opgelopen, toch? Ja. Oh, zij is de enige vandaag met 15 kilo, althans dat denk ik, 15 kilometer en in 47 minuten. Het applaus is voor deze kanjer, mag je zeggen. Het is met 639. Het is niemand minder dan Gerard Inberg. En Gerard Inberg, het applaus is voor jou hoor. Want als jij de 47 minuten klaar kunt zetten en je ziet dat de schema gaat invallen en je blijft nog vlijmscherp lopen, dan zeg ik chapeau. En dat geldt ook voor de man met 645, Piet van Dijk uit Meppel. Pietje van Dijk naar 47,56. Als ik Pietje zeg, dan zeg je maar gewoon Piet hoor. En Piet van Dijk, oh ja, mooi scherm. We gaan het zien hier zo. Mans Velsing, wat heb je een mooi eindschot. 638 is binnen. En dat is Rien Padding uit Derenvaart. Rien Padding uit Derenvaart is mooi hoor. We gaan het zien. Deze vrouw, zij heeft een mooie wedstrijd gelopen. Ze heeft alles onder controle en ze gaat hier finishen. Met nummer 755 is dat Marian, is dat, nee, sorry, Ilona Bolles. Neem me niet kwalijk, Ilona, hoor. Jij met je geweldige prestatie daar in dat schitterende Enschede van 3:43. Dan mag je zeggen chapeau. En ik heb het al een paar keer genoemd. Zij liep ook in Vroms Open, liep ze sterk. En ze was goed op de halve marathon van Oma. En als we kijken naar 642 en 643, dan zeg je Huub Fakkert en Lucas Fakkert. Dank jullie wel, hè.
komt naar buiten. Maar hier komt hij binnen met nummer 632. Dat is Günther Rönau. En wie zit daarbij in dat slipje? Wilma Hooyer. Wilma, we zien je straks terug op het podium. Want je bent derde geworden met een meisje 35, hè? Ja, lekker douchen. Ja, dat is mooi, hè, als je dan zo binnenkomt. En je komt dan binnen met Wilma Hooyer ruim onder de 50 minuten. Dat is wel mooi, want dat doet die Günther Rönau 49-36. Wilma Hooyer 49-39. En de klok staat nog op 50 minuten. Maar ik moet wel zeggen, Willem, dat je een fantastische editie hebt. Het weer is genadeloos goed, hè? Weer mooi, hè? Dat was gisteravond in Berkum was het goed. In Heino was het goed. De mussen vielen van het dak. En hier in de Wiek, ja, dat is een mooie ploeg om te zijn. 6 september, dan is er open dag op het Dwingelerveld. 6 september. Dan is er een Dwingelenveld open dag. Daar wordt een heleboel verteld. Daar is iedereen welkom. Bedankt je wel, Gerard Over. Mooi is dat, hè? Het spel is over. En als je het omdraait, dan is het overspel. En dat in 50 minuten en 44 seconden. Gerard, je hebt het fantastisch gedaan. 50 minuten 37. Ah, ja. Publiek is goed. Nou weet ik niet of dat Johan Steenberg is met Ewald Rennes. En Johan 50-58 en Ewald 50-59. Wat mooi is dat, dat we hier pekken met die mooie elektronische tijdwaarneming hebben. En daar kunnen we lekker mee. Er is een schip. Ah, Frisje Lauterbach, de man uit Hattem, uit de stad van Anton Pieck en Voerman. Na een tijd van 51... Frits, je bent achtste geworden bij de mannen 60. En dat is een mooie prestatie, want ik hou van die sportman. Hij was goed in Heino. Daar liepen we naar de pomp. En sommigen liepen ook gelijk door naar de bierpomp. Want dan is het feest. En dan hebben we het natuurlijk vandaag ook. Maar dit is een pomp. En dat ligt, jongens. Ah, kijk maar. Ja, kijk, die kun je goed zien in het wit, hè. Ja, ja, dat is Real Madrid die binnenkomt. Daan Huls, 13e bij de mannen senioren. Daar zit Klaas-Jan de Blikkoor bij, bij de mannen 50, 12e. Zijn mannen die lopen net even boven de 52,5 minuut. En hier, ja, ja, dan heb je de V-als in een shirt. Hij heeft een mooie kop, hij is er blij. En is dat Wim van Es? Ah, Wim, wat mooi is dat. Waar hebben die naam? Wim, je bent 13e geworden bij de mannen 50. Ja, wat makkelijk deze. Bedankt, Tony. Tony Holleboom, vind ik wel mooi dat hij er is. Hij is wel een man naar mijn hart. Maar Tony, ruim onder de 53 minuten, hè? 52-58 noteren. En dat is goed. Als we de laatste meters even afraffelen. En dan komt ze binnen. En als ik zeg, zij is niemand minder dan Manon Vos. Bedankt, Manon. Vierde vrouw, 35. Net naast het podium. We gaan rechts finishen. En hier met 646 is het niemand minder dan Ronald Kuyt. Ronald Kuyt, achtste bij de mannen, 40, 53 minuten. Ja. Ja, meisje. Wat doet die Ilda Knol? Laat die Arjan Hathoren nog 1 seconde achter zich. Die Ilda Knol, dat is geen knol, dat is een renpaard in die laatste meters. En die liet je Arjan Hathoren natuurlijk hard vallen naar een andere positie op de ranglijst. In 53 minuten en 32 seconden. En als we dan kijken, ja, die laatste ronde, hè. Dat is, jongens, kom maar hoor. Als je hier gaat finishen. En dan kun je de schoentjes zien. En dan zie je dat je in een Feerik 764. Is dat Jolanda Thale? En die komt en die is vijfde bij de vrouwen 35. Johan. Jolanda Thale. En die is van de race runners, maar daar zie je aan het tempo natuurlijk. Ah, lief. Ja. Vind ik ook wel mooi hoor.
Dat is Marianne Booying. En die wordt 50 bij de vrouwen 45. Rita Bovenhoff en William Eefting die dienen vanavond samen. Dat was een duootje. Alleen moet je zeggen dat Rita Bovenhoff William een seconde te snel af was. Goed gedaan, Rita. We gaan kijken naar 606. Want dat is natuurlijk niemand minder dan Alfred Steenbergen. Is die andere Steenberg al binnen, jongens? We hebben altijd twee Steenbergen, toch? Ja? Ja, dat dacht ik wel, hè? Dat is papa, hè? Papa Steenbergen. Die heeft wel een schoon onderbroek aan het doen. Die dat doet ze nou. We gaan naar 54 minuten en 57 seconden. Daar is Steenbergen. Ja. Vroeger had je Rick van Looy en Rick van Steenbergen. Rick van Steenbergen was een van de beste wielercoureurs uit de Belgische stal. Waar ging je voor naar het stadion? Hij deed het samen met Peter Post in de Zesdaagse. 55 minuten en 15 seconden. En dit allemaal in de 18e Koop Dunning. We hebben Run to Day. We hebben Mode. Wereld. We hebben Matrassen, we hebben Klaassen, we hebben Welkoop, we hebben natuurlijk Anytime met die geweldige ijskoos en ijstaarten. Kortom, de klok gaat naar 56 minuten. We hebben nog acht lopers in beeld. En als ze laat maar, dat duurt nog een kleine 20 minuten als ze allemaal binnen zijn. 622. Dan weet ik niet of dat Niek Verhoef is. Niek? Ja. Niek? Ja, ik zat een beetje te kijken. Je bent al 50 geweest. 54. Ah man, dat is eigenlijk helemaal niks. Je staat maar. Ik denk, daar komt een 35er binnen. Wat mooi is dat. Je ziet er fantastisch uit, man. Ik hoop dat je volgend jaar weer terugkomt in dit stadion. Want dat is natuurlijk wel genieten, toch? Ik vind het ook wel mooi dat Feerieke. Zou het een idee zijn over 2 jaar, jongens? Willem, zou het mooi zijn om volgend jaar over 2 jaar fakkels neer te zetten? Zo'n idee, hè? Mooi van die brandende fakkels zo langs dat de rek heen. Een feeriek is dat, is mooi. Als de lampjes op het Leidseplein gaan branden, steken wij in de wiek de fakkeltjes aan. In een tijd van 56 minuten en 4... Nee, is wel leuk, toch? En is het goed verlicht op het parcours? Ah. Nee, want het weg van in de gang. Zullen we een applaus geven? Zij gaat de laatste ronde in. We houden het dichtbij. Wat je niet opgeeft, kun je niet verliezen. En dat is mooi. De vrouw met nummer 751. Het is niemand minder dan Ellen Mulder. Ze heeft er 57 minuten op staan. Dus je praat dan over 4 keer 15 minuten. Daar komt dan nog een 15 minuten bij. En we hebben hier... Is dat een totaal? Wij gaan hier afscheid van u nemen in het buitengebied. We gaan als mevrouw Nawijner staat, dan komen we met plezier naar de Tentenprijs uitreiken, toch? Hè? Gaan we doen, meisje. Bedankt hier allemaal. U bent van harte uitgenodigd om dat te blijven kijken, want we hebben nog een paar lopers op het parcours. Maar de organisatie gaat toch zeggen, ook de 5 kilometer, 10 kilometer gaan we prijs uitreiken. Nou, die mannen zijn al binnen, is dat de gier erbij? Dumoulin, Mr. Dumoulin, zal ik je de microfoon geven? Dat je zegt wie er nog binnenkomt, die nog 2 of 3, oh, zeker de laatste mevrouw, heb jij dat, Ellen Mulder, hè, toch? Daar kun je niet. We hebben de kampioenenmuldertjes bij het skileren en bij het schaatsen. En we hebben hier nog wat. Ik geef de microfoon aan je. Ja.
Ja, finish! Ja, daar komt nummer 660, Oscar Visser. Hij is 15e geworden bij de mannen senioren. Keurige tijd van 1 uur, 1 minuut en 22 seconden. Daar hebben we binnen Jan Willem van Lummel. Hij is 15e geworden bij de mannen 50 in een tijd van 1 uur en 2 minuten en 37 seconden. Feyenoord staat op dit moment 2-0 voor en PEC Zwolle staat 1-0 achter. Twente staat op dit moment 1-1.